This is the Honey Flow. Is je kap er achterkant vergeten? Huh? Ja, dat is echt jammer. Dan. Shout-out naar mijn boos. Zo is het. Honey Coop, doet je altijd goed. Goed. DJ Jari spint die plaat. Jari, mijn grote held, jongen. Gefeliciteerd met je verjaardag. Ik ben hier. Hoera! Zei je toch dat alles goed? Wow, is genoeg, mensen, is genoeg. Lijpen, vertel ze. Is genoeg. Jack, ga je die Ajax shotje halen? Tuurlijk, man. Ja? Zie je achterop toch? Sorry. Doe dat! Dames en heren, we gaan beginnen. Maar vandaag ga ik het niet openen natuurlijk, want dat doet niemand minder dan. Het is je boy, Yes R. Goedemorgen, de dag weer zonder zorgen. Nee, het is avond, maar ik wou Hani even nadoen. We zijn hier om een supergoed initiatief van Hani. Daar ga ik jullie straks meer over vertellen. Maar ik stel jullie voor aan mijn eeuwenoude goede vrienden. Allereerst Bruce Willis, de enige echte DJ Glades. Hij is erbij, dames en heren. En mijn broer Hani, Hanna, a.k.a. de kapper, a.k.a. de vlogger, a.k.a. de alles kunnen, a.k.a. door hem kunnen wij helemaal niks meer. Maar dat maakt niet uit, want we gaan wat moois doen. En ik vind het oprecht heel tof dat Hani ons hiervoor gevraagd heeft. Want zonder dolle en gieren, Hani, waarom zijn we? Ja, ik heb een goede vriend van mij. En natuurlijk zijn vrouwtje, zijn zoontje heeft een hersentumor gehad. Dat is heftig. En die heeft 3 operaties gehad en die is nu sterk uit, bijna helemaal genezen. En hij is jarig en dat gaan we natuurlijk eventjes goed vieren met hem. We gaan hem even verrassen. Dus ik dacht, laat me even Glades bellen. Even maar dat jongetje weet zelf niet dat we komen. Die weet niet dat we komen. Dat en natuurlijk Jesse. Ik denk van ja, Jesse, je hebt het super druk, ik weet het. En toevallig had hij vandaag een gaatje vrij. Ja, dat komt niet vaak voor op een zaterdagavond. Voor mij was het niet heel bijzonder, maar ik vond het vooral bijzonder dat DJ Glades nog een gaatje in zou hebben. Nee, dat maar ja, we gaan even een leuk feestje van maken. Maar Jesse, je kan het wel goed openen, maar jij? Ja, ik kijk heel veel naar je vlogs, dus ik leer er wat van. Ja. Is je kap er achterkant vergeten? Huh? Ja, dat is echt jammer, dames en heren. Oh, we hebben hier een vreemdganger, want natuurlijk was Jesse eerst een vaste klant van Hani, maar die vond het weer nodig om naar een van de Jordi Kraft. Nee, maar weet je, lieve mensen, ik vind het leuk dat ik met deze gekke gasten ben die ik allemaal hele leven ken. Maar ik vind het nog leuker dat we dit gaan doen. En die jongen weet echt helemaal van niks. Hij weet helemaal van niks. Tof, kom, we gaan hem verrassen. Let's go. Ja toch, dames en heren, kijk eens, de jarige Job staat hier. Oh, what's up? Hey, kijk eens wie ik heb meegenomen. Jij bent een jarige. Ja, ik ben een jarige. Shout-out naar jou, man. Hoe heet je? Jari Liedmanen. Hey, shout-out naar jou, box, man. Luister, we zijn hier met DJ Glades sowieso. Kijk hier, DJ Glades. Gefeliciteerd, jongen. Ken je hem? Oké, dan. Ken je hem? Nee, niet echt. Houd het zo, maakt niet uit. We gaan een leuk feestje bouwen. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, we gaan rampeneren. Let's go. Je hebt een heel mooi shirt aan. We gaan er wat moois van maken, man. Dat zeg ik. Ja toch? Okay, zeg shout-out naar mijn boys, man. Shout-out naar mijn boys. Zo is het, man. Ja toch. Soms een niks lukken, soms moet je op die klep gaan. Soms moet je op die klep gaan. Een hele goede avond allemaal. Alles goed met iedereen? Yeah! Oké, we zijn vandaag voor één iemand hier. Dat is natuurlijk niemand meer dan Jari. Dus laat je even horen voor Jari. Mijn naam is Hani Hanna, dit is Glades en soms heb ik natuurlijk nog een verrassing. Jullie zagen hem net binnenkomen. We gaan even een leuk feestje natuurlijk vieren met jou. Want je bent een sterke jongen, je hebt een moeilijke periode. Maar sterke jongens komen er altijd uit, toch? Eén team, één taak, toch? Zullen we kijken of ze het kennen hier nog? Wat denk je? Denk je dat ze het kennen? Wat wij kennen? 3, 2, 1. Hani Coop, doet je altijd goed! Grote shout-out aan mijn boy Hani Hanna. Dank jullie wel. En natuurlijk voor de man voor wie we hier zijn vandaag. Het is zijn feestje. Laat je horen voor de one and only Jari. Ik wil even één ding zeggen. Ik heb speciaal voor jullie vandaag gedoucht en met dure parfum opgespoten. Dus kom allemaal een stap dichterbij. DJ Glades, maak ons gek. Eerst was ik druk en net ik aan het tijd. Had ik al gekraakt, maar weer hier kent mij. Ik hoor dat je vergeet, maar zie dat je man bent. Met z'n allen, rampeneren! Gooi die handjes in de lucht, dames en heren! En laat je horen voor de mooiste jongen van Zwanenburg en Nederland, Jari!
op Mara. Als ik sta op je Prada. Je chick trekt mij nu naar de hoeken. Wat ze wil, maar laat haar groeten. Maar zo op die beat, hé jongen. Want we op die beat veranderen op de vloer. Speciaal voor jou, late night sex. Late night sex, dus je hebt voor die late night sex. En je gaat dan voor een mokro, want je weet je bent. Het is al zo. Come on, come on, als ik kus op je lippen en je nek. Hey, back it up, baby, laat het los. Heb de waarde van een golf 7 hangen om de pols. AP, ben met SB, MG, strip iets. Laat me zien hoe je mijn geld eet. Je bent heet, ik meng mee in die fanbase. Zonkardage. Druk die baby, gooi ze op mijn schouder. Verbouwen deze kamer, want je bent met Bob de Douwer. Je ex kan niet hangen, wat ik doe is absurd. Paraplu is hier, want ik weet dat je... Ella, Ella, pak die umbrella. Je kan Annie's appen, maar je mag hem nooit bellen. Hey, je wil kroelen in je bed, maar je hebt voor die late nights. En je gaat dan voor de oma, want je weet je weer zo hè. Jari, ik vond het een eer om voor je op te treden. Mag een groot applaus, mijn naam is Jesse. Dit is Harry Haram, DJ Kruid. Jesse, man, je wordt steeds beter, man. Ongelooflijk. En we nog een groot applaus voor niemand binnen dan Jesse. Jeetje, oké, dit is natuurlijk jouw avond. Dus ik heb even een vraagje. We gaan nog een paar nummers spelen. Welke nummer wil je horen? Action Man. Maakt niet uit, met z'n allen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de Gloria, in de Gloria, in de Gloria. Hippe de piep, hoera! Hippe de piep, hoera! Hippe de piep, hoera! Maar wil jij nog wat tegen hun zeggen? Hij wilde het wel zeggen, maar hij is een beetje verlegen, dus zeg ik het voor hem. Hij wil jullie allemaal bedanken dat jullie zijn gekomen en hij waardeert het natuurlijk. En iedereen die heeft meegeholpen aan deze geweldige verjaardag. Laat je even horen natuurlijk aan de ouders. Een groot applaus, dames en heren. Jari, dankjewel. Ja? Ja, toch? Leuk je het wel meteen. Wil je nog even zeggen in de kijkers thuis? Zullen we gewoon die vlog zien, toch? Ja. Abonneren en like je, toch? Ja. Sowieso. Wat zeggen we altijd? Nog één keer? Dus je altijd? Nee, Jari, dankzij voor maken. Oh, ja, ik dacht jij. Ja? Ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja, dat is
gaan, hè? Ja, ik heb nog eventjes wat leuks voor je. Iemand wil je nog even natuurlijk feliciteren. Kijk hem hier. Ja, ik ben een grote held, jongen. Gefeliciteerd met je verjaardag. Ik heb gehoord van Hanje, het was een geweldig feestje. En we komen elkaar vast en zeker weer snel tegen. Gaat je goed, jongen. Hey Jari, dit is de boy Dyna. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag en nog vele jaren na deze. En ik hoop dat je er een leuke dag van gaat maken. Stiekem heb ik ook al gehoord dat je van DJ houdt. Dus ik hoop je snel tegen te komen, jongen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. In de gloria. Ik ben Hippie Wim! Hoera! Je bent een topper. Doe je best op school, hè? Ja. Wees goed voor anderen. Ja. Zorg dat je gezond blijft. Ja. En probeer rijk te worden. Dat is ook heel belangrijk. Nogmaals, happy birthday. Een hele goede morgen, een dag is zonder zorgen. It's your boy, Hani Hanna, die jullie weer een leuke item gaat bezorgen. Je bent de pep en je weet het, ja toch, we zijn er weer. Wat gaan we doen vandaag? Lijpe belde me op, hij zegt, ja Hani, luister. Ik zit te twijfelen, zal ik gewoon jackpot uitbrengen of zal ik gewoon even snel even iets even droppen voor mijn fans? Ik zei, bro, je hebt zoveel fans en al die fans van jou die komen naar me toe van, ja, we willen meer van Lijpe zien, dit, dat. Ik zei, jongens, jackpot komt eraan. En moet jullie eerlijk zeggen, ik heb jackpot gehoord, het is echt on fire. De man heeft gewoon zo'n toffe album. Sowieso moet je hem kopen. Maar, dus ik zei tegen van, je kan altijd iets droppen toch? Dus vandaag gaat hij wat droppen. Hij belde me op. Hij zei, weet je wat Hani? Ik wil eventjes in die meewacht van je klippen. Gaan we even iets leuks droppen. Pak even die auto toch uit de garage. En ik neem jullie natuurlijk mee. Want je weet zelf, it's your boy. Hani, Hanna, let's go! Ik ben een strijder net als Mohammed Ali. Een soldier voor mezelf, vecht niet voor de army. Ik ben fly net als een butterfly, stingen like a bee. Doe het duizend draaien, fuck met mij, ik kan je laten zien. Ik ben een strijder net als Mohammed Ali. Een soldier voor mezelf, vecht niet voor de army. Ik ben fly net als een butterfly, stingen like a bee. Doe het duizend draaien, fuck met mij. Hoppa, daar zijn we weer. Kijk eens hier in de bek is. Lijpe, hij is er hoor. Fakka bro, hoe is het? Pikman dingen, hoor, je weet toch? Fakka kippie. Rustig, we zijn er. Ja toch. En wil je trek, wil je trek? Jullie volgen de trend in de ochtend gespend, maar ik doe het alleen. Ik doe het alleen. Ik zei je toch dat alles goed. Wow, is genoeg mensen, is genoeg. Lijpe, vertel ze. Is genoeg. Jackpot, eind oktober. Pauw. Ja toch, jackpot. En weet je, Tins, zoals ik tegen jullie zei. Lijpen vroeg me van, weet je, Hani, zal ik het doen of zal ik het niet doen? Ik zeg, wat wil je doen, bro? Ja, even die warming-up even gooien voor die geweldige fans. Dus bij deze jackpot komt het sowieso aan. Ik moet eerlijk zeggen, nogmaals, ik heb het gehoord. Fire, gewoon vuur. Je weet toch, gewoon vuur. Met vuurwerk en al, gewoon dat soort dingen. En sowieso, check de link in de beschrijving. Want er is een nieuwe clip voor jullie gedropt. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon sowieso kijken. Nogmaals, dikke SO naar Lijpen. Jackpot komt eraan. Wonder. Sowieso, dikke SO naar jou natuurlijk. Je weet zelf. Als jullie nog acteurs zoeken, wat dan ook, op modellen. Hey, toch, die man fix het gewoon. Kleine Eddie Murphy van Nederland. Hij is er gewoon, dames en heren. En natuurlijk, Kippie, a.k.a. Kippie. Je weet ja, zelf, met de nieuwe hit is er. Ja, snap toch, je? Komt veel aan. Hou het in de gaten, mensen. Ja, toch, komt veel aan. Ja. Prijzen gaan omhoog voor die killer, dus hij schiet blij. Voor die killer, dus hij schiet blij. Leg de lat te hoog voor de scene, je kan er niet bij. Mijn cirkel is beperkt, sorry, maar je kan er niet bij. Hey. Mij kon je never in de boeken vinden, maar op snelle scooters vinden of daar op de hoeken vinden. Ik kon me zelfs niet als je me wilde boeken vinden. Buurt is nu wat minder heet, wijkagenten zoeken minder. Ik wil van dit hier geen depressie krijgen. Mijn sponsordeal moet op die van Messi lijken. Luister mensen. Dit gaat weer te ver. Check de link in de beschrijving. Die clip is nu online, mensen. Wow, yo, jackpot is on fire. Woe. Zeg ze even, man. Jackpot komt eraan, man. Ik heb even wat losgegooid voor die fans die me altijd steunen. Sowieso toch. Check die shit. Pow. Ga die shit checken, man. Jackpot. Ja toch, jackpot. Wat is jouw jackpot? Is also, man. Jackpot komt eraan. Wat ik ook doe, ik pak er winst op. Ik leg wat weg voor die dagen dat er niks komt. Voor jullie kleine apen ben ik King Kong. Sinds ik rap krijg ik korting in je winkel. Terwijl ik het nu betalen kan. En die sorry van je is straks aan de late kant. Zoveel boze ogen, maar dat maakt de man. Bedoel geen batterij toen shooter gelaten kwam. Praat over 18 ruggen met
terwijl je stresst, omdat je niet alleen wil zijn. Fok een vijf die voor een cola haar benen spreidt. Zelfrespect is ver te zoeken, mat die deze tijd. Je gaat me kunnen vinden als je beter kijkt. Hoofd in de var, maar hoef geen zoet toe van je vredespijp. Te veel scheid, maar het bracht alleen gezeik. We waren... Ja toch, ja toch. Hey, hey, wow, 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 wow. Pak Haki, hoe is het? Nee. Kijk, je zo dan? Nee bro, dat was een foutje toch. Ik ben zenuwachtig die ding. Jij bent hier hoor. Hij loopt het hele dag opnieuw op te nemen. Hij stottert nog. Nee, hij liegt. Ik maak een kleine foutje. Ja, luister, het was super gezellig. Sowieso, Lijp is ook in de building. Sowieso, weet je. Ja toch. Jackpot. Het was wel gezellig tot de laatste wedstrijd. Toen we bij elkaar waren, toch? Ja, maar hij is de bom, sowieso. Maar niet hetzelfde. En ik kon dan met je haar knipperen. Oh, wat ga je doen met me? Bro, ik heb mijn koep toch? De Hani komt tot je altijd goed, bro. Je weet het zelf toch? Maar jezelf niet toch? Hey, wow. Ik heb nu even een petje op, sowieso. Heerlijk, man. Laat die maar kraken, bro. Ik ga je mijn liefde van iedereen kraken. Laat me geen beat aanzetten, toch? Oké, sowieso. Hey, ga je jackpot kopen? Hè? Ja, toch, sowieso. Wat is dat voor een vraag? Ja man, sowieso check. Ga je die Ajax shirtje halen? Tuurlijk man, ja? Zie je echt erop toch. Ja, sowieso. Wat is dat? Wat ben je? Hè? Wat ben je? Je wil mij in die boobie zetten zeg maar. Ik dacht dat ik hier niet door ga. Oké. Ah, jongen. Nee, dan. Doe dan. Wat houdt doe dan in? Is gewoon, ik kom gewoon lekker uit. Oké, gooi nog één keer met dit. Doe dan! Oké, kijk, zij is met z'n allen. 3, 2, 1. Doe dan! Hey bro, sowieso. Je bent in man. Je bent in barkie, bro. Thanks, wat gezellig, sowieso. Precies, man. Bro, luister, ik heb eventjes een. ik heb even een leuke actie bedacht, man, voor die kijkers. Je hebt zoveel fans, ja? En ik denk van, weet je wat, laat even wat leuks bedenken, zodat echte fans van jou kans kunnen maken op een leuk shirtje voor jou. Mm. Dus wat nou als we een leuk shirtje weg gaan geven als diegene raadt hoeveel goals je hebt gescoord? Doe dat! Ja, degene die raadt hoeveel goals hij heeft gescoord, dit jaar, ja, dit seizoen dus, tot de laatste wedstrijd, degene die het raadt, die wint een shirtje. Dus het enige wat je hoeft te doen is raad hoeveel goals Hakim Ziyech dit jaar gaat maken. Dus het seizoen is net begonnen. Dus er komen nog superveel wedstrijden. Eredivisie en Europa League natuurlijk. Ik zou zeggen, laat me weten. Reacties graag hieronder. In de beschrijving zie je natuurlijk de overige informatie. Tot wanneer de actie geldig is. Want ja, we gaan niet over een paar maanden stoppen met die actie. Die actie is gewoon hoogstens 2 weken geldig. En eind van het seizoen kies ik natuurlijk een winnaar uit. En ik maak het nog makkelijker. Degene die dichtbij zit, die maakt alsnog kans. Of als je het helemaal goed hebt. Heb je het helemaal goed gedaan. Dankjewel nogmaals voor het kijken. En doe dan! Doe dan! Oké, dames en heren, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Dit was Hani Hanna. Het was een kort, maar krachtig filmpje. Sowieso een extra itempje. Waarom niet? Ik zou zeggen, abonneer op mij. Als je nog niet hebt geabonneerd, doe een duimpje omhoog. En natuurlijk, doe mee aan alle geweldige acties. Jullie kunnen nog steeds kans maken op een gratis autorijbewijs of motorrijbewijs. Het enige wat je hoeft te doen, tag Slaagsnel op Instagram. Of check hun website www.slaagsnel.nl. Oh, jawel, de rode heel. En je krijgt 15 euro korting. En als je met 0 fouten haalt, krijg je nog gratis ook. Ik zou zeggen, gewoon doen. Link in de beschrijving. Dames en heren, fijne avond. It's your boy, Hani Hanna. Doe dat! Kon je never in de boeken vinden, maar op snelle scooters vinden of daar op de hoeken vinden. Je kon me zelfs niet als je me wilde boeken vinden. Buurt is nu wat minder heet, wijkagenten zoeken minder. Ik wil van dit hier geen depressie krijgen. Mijn sponsordeal moet op die van Messi lijken. Shooters om me heen, ik hoef geen mes te grijpen. Kan met mijn ogen knipperen om seks te krijgen. This is the Hani Flow.